Rajender Kargi, de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Nederland, heeft een lange staat van dienst. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt dat Kargi in de afgelopen jaren heel nadrukkelijk betrokken is geweest bij het ondersteunen van de huidige president voor wat betreft de relatie met Nederland. Ramdien hoopt dat we in Kargi een vertegenwoordiger hebben die Suriname goed kan uitdragen op basis van het nieuw buitenlands beleid dat gevoerd wordt. Al sinds bijna 2013. Natuurlijk, dat zijn zaken die dan niet bekend zijn in de samenleving. Maar het is wel functioneel geweest in de wijze waarop we nu met Nederland kunnen omgaan. En dat is een van de redenen waarom zijn voordracht is gedaan. Het moet door een proces heen. Daarom wil ik niet te veel vooruit lopen op zaken. Maar het proces is gestart. In mijn ogen zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het inhoud geven van die politiek-diplomatieke relatie. Maar daarnaast ook de goede ingang die hij heeft in het Nederlandse politieke bestel, ook bij de Tweede Kamer. Kargi komt uit de diaspora-gemeenschap in Nederland. Ramdien zegt dat Kargi genaturaliseerd zal worden tot Surinamer voordat hij in die functie treedt. Dat heeft hij op dit moment, maar hij wordt Surinamer. Dat is een vereiste waar we absoluut niet aan voorbij gaan laten gaan. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. De regering is nu bezig diplomatieke stappen te ondernemen om de benoeming van Kargi tot ambassadeur in orde te maken.